20 februari, het hele weekend is de carnaval. En 20 juni is Dancing aan de Vaat. Yo! Super! De eerste kandidaat van Dancing aan de Vaat is bekend. Maar we gaan vanavond op pad om er nog een paar bij te krijgen, hè? Jazeker, en het wordt een hele spannende avond. We hebben verschillende mensen moeten benaderen die in het complot zitten vanavond. 20 juni is Dancing aan de Vaat. Ja. Wil jij misschien de tweede kandidaat van Dancing aan de Vaat zijn? Oh ja. Ze zei ja, hoor, die ben ik aan. Ja, tuurlijk. Yes. Ja, super. Welkom, ja. 20 juni is Dancing aan de Vaat. En nou wil ik vragen of jij onze derde kandidaat wil zijn. Dancing aan de Vaart. Oh, Dancing aan de Vaart. Ik ben echt een stukje. Ja, hoor. Ja! Yeah! Super! 20 juni is Dancing aan de Vaart. Zou jij de vierde kandidaat willen zijn van Dancing aan de Vaart? De vierde? De vierde, ja. Oh. Nou, dat is altijd heel mooi. Eigenlijk kan ik geen nee zeggen. Nee, dat kan ook niet. Dus, nee. Dus. Yes! Super! Yeah! 20 juni is Dancing aan de Vaart. Beste René, nou sta je wel waar het nu over gaat. Ja, volgens mij wel. Ja. En wij zitten hier ongeveer al vanaf 9 uur op deze vier. Ja, dan. Dus accepteren wij geen van alle nu nog een nee. Maar zou jij misschien de vijfde en laatste kandidaat van Dancing? Yeah! Ja! Ja! Yeah! Super! 20 juni is Dancing aan de Vaart. Het is gelukt. Helemaal gelukt. En gewoon 5 kandidaten achter elkaar, 5 keer gewoon een ja. Waar we eerder nog met z'n tweeën wel eens een nee kregen, doet Jubal wonderen volgens mij. En het is gewoon een full house. Fantastisch.